Een van de toeschouwers bij de derby vanavond is de wethouder van sport, meneer Minas. Volgt u het een beetje, het cricket? Ja, ik ben van Pakistanse komaf en ik heb thuis van mijn vader altijd geleerd dat cricket een hele belangrijke sport is. Dus ik ben opgegroeid met cricket en ik vind het geweldig dat Giedam als cricketstad twee fantastische grote cricketclubs heeft. En ja, ik sta hier dan ook met veel plezier. Ja, gelukkig zitten ze in de 2020-competitie samen, want in de reguliere competitie zit het er helaas niet in dit jaar. Ja, dat is jammer, maar het is niet erg. Ik heb er alle vertrouwen in dat, dat ze het wel voor elkaar gaan krijgen. En als je ziet hoe vanavond wordt gespeeld, dan heb ik alle vertrouwen in dat dat zeker gaat lukken. Nou, even over de beide clubs. Gaan we beginnen met Excelsior 20. Die hebben hier nu ook een Intercontinental Cup aan de gang. Die zijn heel veel met cricket natuurlijk ook bezig. De regerend landskampioen. Dat is natuurlijk een mooi visitekaartje voor de stad. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind ook dat cricket een sport is, het verbroedert. Het is heel toegankelijk voor allerlei verschillende type sporters. Van kinderen, van jong tot oud. En wat je ziet is, als we kijken naar sport in Schiedam en cricket in het bijzonder, dan is dat wel echt een visitekaartje als je kijkt naar de sportgelegenheden in onze stad. En waar ik een grote voorstander van ben, is dat we dat nog meer uitvinden naar de buitenwacht. En naar de buitenwereld laten zien. En aan de buitenwereld laten zien wat we hier in Schiedam te bieden hebben op het gebied van cricket. Bij me staat Sebastian Braat, de captain van Hermes DVS. Ja, de verrassende winnaar van de derby. Ja, verrassende winnaar. Ja, misschien wel, omdat we natuurlijk een klasse lager spelen. Maar deze derby kan alle kanten op gaan altijd. Dus we gaan altijd hard tegen hard. En vandaag komen wij overtuigend naar boven. Hij wordt gespeeld nu in de 2020-competitie. Je zou zeggen, gelukkig dat we die competitie ook hebben. We hebben toch nog een derby dit jaar. Ja, precies. De derby is gewoon de wedstrijd waar we voor cricketen. Dit is de mooiste wedstrijd van het jaar. Altijd tegen goede spelers, goede leuke gasten en hard tegen hard. Hoe staan jullie ervoor trouwens in die 2020-competitie nu? We staan er heel goed voor. We hebben nu 3 wedstrijden gewonnen en 1 verloren. Dus dat betekent volgens mij dat we nu bovenaan staan. En dat is dan op netto run rate. En dan zijn er nog een aantal wedstrijden te spelen. Maar is er een goede kans dat wij bovenaan in de pool eindigen. Waar lag nou de winst vanavond? Ik denk dat Excelsior eigenlijk geen moment in de wedstrijd is geweest. Wij hebben continu wickets opgepakt en daarnaast bleven de runs ook laag. En zij raakten daardoor in de problemen en in de stress. En wij bleven maar wickets oppakken en bleven zij op een laag totaal. Want eigenlijk hadden jullie hem al vrij snel beslist. Ja, vrij snel beslist. We pakken snelle wickets. Daarnaast gaat de coach van hun ook nog eens vrij snel uit. Houden we ze op 80 runs, omdat wij we bleven maar de riemen aantrekken. En vervolgens met betten geven we geen kansen weg en maken we snel runs. Zijn we positief aanvallend aan het spelen en was het geen moment in de tijd onze handen geweest. Het is leuk dat de derby voor 2020 wordt gespeeld, maar een hoop mensen hopen toch dat hij voor de competitie natuurlijk terugkeert. Maar dat zal een lastig verhaal, denk ik, voor jullie worden dit jaar om weer terug te komen. Ja, tuurlijk. Wij hopen dat zelf ook, want het, zoals ik al zei, het zijn de mooiste wedstrijden van het jaar. Dit jaar zal het waarschijnlijk niet gaan lukken, omdat het VCC is gewoon een heel sterk team en staat ongeslagen bovenaan. Daarnaast hebben wij zelf wel ook gezegd de ambitie te hebben binnen 2 jaar weer terug te keren en dit jaar echt als een overbruggingsjaar te zien. Een jaar waarin we de jongere spelers moeten opleiden en samen met z'n allen weer een echt team te vormen. En willen we volgend jaar inderdaad weer echt weer naar boven, maar dit jaar zit het er waarschijnlijk niet in. Maar ja, volgend jaar wordt natuurlijk ook op een mooie accommodatie. Ja, kijk, de accommodatie. Natuurlijk, ik zei het net ook al, de harga zit in je hart. Maar het nieuwe accommodatie wordt gewoon heel mooi. En daar gaan we zeker een mooie toekomst beleven. Ja, Roel, toch mag je zeggen een verrassende nederlaag, denk ik, vanavond. Ja, dat kan je zeker wel zeggen. Ja. Ik denk dat we het zeker niet verwacht hadden. Aangezien natuurlijk Hermes vorig jaar gedegradeerd is. En ik denk dat we ze toch misschien wel iets onderschat hebben. Maar het blijft natuurlijk voor ons de derby. En zoals je ziet, Hermes is voor altijd, eigenlijk altijd voor ons wel een lastige tegenstander geweest. Vorig seizoen altijd wel. Nooit makkelijk van gewonnen. Het is altijd een goede wedstrijd geweest. En vandaag word je gewoon aan alle kanten van de mat afgespeeld. Ja, dat is duidelijk. Hè. Zo'n wedstrijd kan er dan ook tussen zitten. Nou is dit voor de 2020. Voor de competitie gaat het in ieder geval wel iets beter dat jullie nog wel volop in de race zijn voor de titel. Ja, dat gaat gelukkig wel wat beter. We komen nu terug van 2 nederlagen. Tenminste, vorig weekend gewonnen, gelukkig. Daarvoor ging het allemaal weer van ouds, zoals de vorige 2 seizoenen. En T20 is ook niet echt ons ding, denk ik, als je kijkt naar ons team. En dat laten we vandaag dan maar helaas weer zien.
En ja, dan laten we meer het cricket zien dat we kunnen en dat wij gewoon moeten laten zien als regerend landskampioen. Ja, het is te hopen hè, dat Hermes DVS zo snel mogelijk weer kan terugkeren, maar dat lijkt er niet in te zitten voor volgend jaar. Dus ja, ik denk dat we moeten hopen voor het jaar erop, want jullie missen, neem ik aan, ook Hermes in de competitie. Ja, Hermes missen, dat klinkt al heel raar als Excelsior jongen. Maar ik denk, ja, de derby, wie wil het niet in de competitie zien? Iedereen, al het publiek rondom. Ja, de derby, daar is een soort van, daar leef je ook naar. Dat is een extra wedstrijd, een wedstrijd dat je net even iets meer geeft, omdat ja, dit is de derby van Schiedam. Voor jullie zelf dit jaar, deze competitie, wie worden de grootste concurrenten nog? De grootste concurrenten voor ons, dat worden toch wel Sparta, denk ik. Die dit seizoen erbij is gekomen, gepromoveerd. En die doen het aanzienlijk goed. En VOC, sterk team, ervaring, ook een goede tegenstander. Er gaan hele spannende dingen gebeuren met de Sport in Schiedam. Zeker. Als je kijkt naar Hermes, dan zijn we daar flink bezig om de sportvelden opnieuw in te richten. Er wordt een nieuwe sportaccommodatie gebouwd, een clubhuis. Dat gaat er fantastisch uitzien. De eerste contouren zijn al zichtbaar. Ik verwacht dat het volgend jaar wordt opgeleverd. En dat draagt bij aan de ontwikkeling van sport in Schiedam. En ja, dat is naast Prins Sportpark Prins Alexander, of Koning Willem-Alexander inmiddels, is dat eigenlijk de tweede sportaccommodatie die we nu al een slag verder hebben gebracht. En Schiedammers zien dat ook en die worden daardoor ook getriggerd om mee te doen aan sport in Schiedam. En ik denk dat heel veel gemeentes om ons heen jaloers zijn op onze sportontwikkelingen.